Ik daag jou uit. Like de video sneller dan dat ik een winkelwagen vast heb. Daar zul je hem hebben. En die heb ik niet zomaar. Het is tijd voor een aantal boodschappen. Een zakje met chips. Mysterieus paars drankje. Een flesje water natuurlijk. Een banaantje. En een verrukkelijke appel. Jij bent uitgenodigd. Uitgenodigd? Voor wat? Mijn slaapfeestje. Oh, leuk. Maar ik kan vanavond niet. Ik heb nog wat te doen. Belofte maakt schuld. Gelukkig heb ik mijn boodschappen. Die plaats ik in de koelkast. En nu is het tijd voor een middagdutje. Ik heb dit huis nog niet eens eerder gekozen. Zo. Oh, het is al avond. Oh nee, bijna vergeten. Het slaapfeestje. Hopelijk is het daar niet te laat voor. Oké, dit zou het huis moeten zijn. Daar gaan we. Oh, daar is ze. Ah, ze komt er al aan. Kom binnen. Oké, dankjewel. Dit is de woonkamer. Ah, mooie woonkamer. Oké, we gaan de trap op. En de slaapkamer. Wauw, cool. Je hebt een stapelbed. En ik heb popcorn. Oh, dat is misschien nog wel beter. Springtijd. Springtijd? Waar ga jij nou weer naartoe? Wat bedoel je met springtijd? Het is middernacht. Oh, dat soort springtijd. Oké, dat is op zich best wel leuk. En het is vermoeiend. Wauw, dit is zo gezellig. We zitten tv te kijken. We hebben lekker wat eten erbij. Ja, hier kan ik wel aan wennen. Tijd voor verstoppertje. Oké, volgens mij wil zij gaan tellen, zodat ik me kan verstoppen. 10, 9. Oké, nu moet ik heel snel zijn. Wat is een goede verstopplek? Dit is de badkamer. Sorry. Ik moet de hele tijd al. Maar nee, ik heb een grote kamer nodig. Zoals deze. Oeh, dit is perfect. Ik ga hier achter de kleding staan. Kom eraan. Ze komt eraan. Mooie trui. Mooie broek. Ik ben benieuwd waar ze is. Volgens mij hoor ik voetstappen. Zou ze dan nu al in de buurt zijn? Ik ga iets naar achter. Huh? Wacht eens even. Oh, wat? Dat is haar niet. Of wel? Ik begrijp er niks van. Zou ze me nog steeds zoeken? Dat was best wel eng. Oh, daar ben je. Ik heb je gevonden. Ja, inderdaad. Ik moet even naar de wc. Ik dacht serieus... Oh, dat zit best lekker. Ik dacht serieus dat ik een enge clown zag. Maar laat ik haar dat maar niet vertellen. Ik wil er immers niet bang maken. Oké, even mijn handen wassen en dan kom ik. Ben jij creatief? Creatief? Weet ik niet. Hoezo? Omdat ik je uitdaag. Uitdaag? Waarvoor daag je me uit dan? Een huisje in de garage? Jij hebt 5 minuten om dit huisje zo goed mogelijk te beveiligen. Beveiligen? Hoe moet ik dat nou weer doen? Oké. Een betere beveiliging is er niet, toch? Laten we daarmee beginnen. Lasers voor het huis. En dan aan de zijkanten een barbecue die aanstaat. Dat is heet. Aan de andere zijkant plaatsen we een aantal borden waarop staat... Gevaar, blijf hier weg. En dan barricaderen we het nog een beetje met dozen aan de voorkant. Zodat je het huisje niet eens kan zien. Heerlijk is heerlijk. Dit is goede beveiliging. Oh, daar zul je er hebben. Goed gedaan. Ja, dankjewel. Ik vind het ook goed gelukt. Laten we het testen. Testen? Hoe wil je dat nou weer doen? Alleen binnen is het nog een beetje kaal. Laat ik er een bedje neerzetten met een kluis. En hier een kledingrek. Dat is ook belangrijk. Ja, dit is best wel goed gelukt. Wow, wie ben jij? Wacht eens even. Het ziet er nou uit dat de lasers werkten. Maar wat was dat? Moeten we het haar vertellen? Daar ben je. Ik heb ook voor jou gemaakt. Oh ja, dat ziet er lekker uit. Laat ik het haar maar niet zeggen. Straks maken we er zo bang dat ik haar eetlust verpest. Weet je wat? Een hotdog, dat doet me altijd wel goed. Dat was echt super lekker. Wat ben jij aan het doen? Wil je nog meer eten? Nee, alleen de melk is bijna op. Oh ja, ik zie het. Er is nog 1 pak en die is bijna leeg. Maar wacht even, de supermarkt is volgens mij nog 5 minuten open. Je hebt gelijk, ik ben zo terug. Oké, dat is goed. Ik zal de koelkast even dicht doen, zo. Oké, ze gaat er vandoor op de Segway. Daar ga ik denk ik even lekker tv kijken. Wow. Wat was dat? Geen signaal, denk ik. Wat gebeurt er met de tv? Wie ben jij? Wie ben jij? Oh, nee. Oh. Nee. Snel naar buiten. Oh, nee. Misschien moet ik de tv uitzetten. En gaat hij weg? Oeh. Oh. Oké. Oh, waar is ze nou? Ik ben zo bang. Oh, kijk, daar zul je er hebben. Ik weet alleen niet of ik het er wel moet vertellen. Wat vertellen? Gewoon dat ik zoveel van melk hou. Dit was het laatste pak. Oh, oké. Dat is fijn om te horen. Ja, ik heb gewoon lekker de tv gekeken. Dat is alles. Oké, dat was echt super gezellig. We hebben zo'n beetje alles gegeten wat je kunt krijgen in Brookhaven. Alleen, het is wel echt een rommel, of niet? Zeg dat wel. Gelukkig heb ik dit. Ja, dat gaat nodig zijn. Is er misschien ook iets wat ik kan gebruiken? Er ligt een stofzuiger beneden. Oké, super. Ik zal hem halen. Oké, eens even kijken. Ah, perfect. Ik heb de stofzuiger. Ik ben benieuwd hoe ver zij is met de kamer. Wow, het is weer spik en span. Waar kan ik de stofzuiger gebruiken? De kledingkast. De kledingkast. Wat is daar dan precies? Oh, spinnen. Ja, dan komt die stofzuiger wel van pas. Deze spin weg. Deze hier. Bij het plafond. Oké, kom op. Kom op. Ze zijn allemaal weg. Ik moet zeggen, dit ziet er weer vele malen beter uit.
Wat ben jij? Dat is de grootste spin die ik ooit heb gezien. Nee. Nee. Oeh. Oké, ik weet niet of ik haar dat moet zeggen. Ik ben best wel moe. Misschien is het goed om een dutje te gaan doen. Wat heb jij gedaan? Zwemfeestje. Wat? Zwemfeestje? Maar dit is de woonkamer. Nee. Nu niet meer. Brommetje. Brommetje? Oh. Nee. Sorry. Ik vind altijd wel leuk een zwemfeestje, maar ik ben hier veel te moe voor. Oh. Op de... Oh. Wat? Nu nog steeds? Nee. Ik ben klaar wakker, want je hebt me geblust. Wacht, ik ben er zo. Tijd om op te kleden. Ziet er goed uit. Maar nu wil ik het beste bommetje ever maken. Kun je het zwembad iets deze kant opbrengen? Ja, natuurlijk. Oké. Ja, dit is perfect. Weet je het zeker? Ja, natuurlijk. Dit wordt een makkie. Op de leuning staan. 3, 2, 1. Dat was perfect. Wacht, het is even. Heb je je omgekleed? Het zal wel aan mij liggen. Wacht. Wat? Oh, nee. Laat me met rust. Laat me met rust. Wie ben jij? Snel. Oké. Deed ik het goed? Dat was leuk. Zeker. Alleen begin ik nu wel te twijfelen. Het lijkt alsof ik allemaal creepypasta's zie. Dat is een lekker ijsje. Ik weet alleen niet of ik het haar wel moet vertellen. Ik wil er niet bang maken. Ik ga even douchen. Ja, natuurlijk. Dat is goed. Dan ga ik iets heel belangrijks doen. Nog meer ijs eten. Op deze manier ga ik echt in slaap vallen. Ik moet iets doen. Misschien kan ik de garage een beetje opruimen. Wacht eens even. Van wie is deze pop? Laat ik die even meenemen. Ik bedoel, die hoort hier vast niet. Even kijken hoor. Laten we die voor nu maar eventjes hier neerleggen. Bij de kleding. Opgeruimd staat netjes. Nou, dan kan ik even kijken waar we... Hallo? Oh, de pop leeft. Het is een levende pop. Nee, het zwembad is er nog. Oh, snel, snel. Ijsje. Zeg nooit nee tegen een ijsje. Oh, ik verstop me in de kast. Oh nee, ik hoor voetstappen. Oh, je bent er weer. Wat hoorde ik allemaal? Nou, zal ik het haar dan toch zeggen? Nee, ik wilde niet bang maken. Gewoon mijn gesmak. Ik was een ijsje aan het eten. Groot gelijk. Ik heb zin in kerst. Oké, dat is best wel random, maar nu ik erover nadenk. Ik eigenlijk ook wel. Zullen we kerst vieren? Maar het is geen kerst. Kerst. Nou en? Oh, ja, inderdaad. De rechterhelft is van jou. Ah, we maken er een challenge van. Maar natuurlijk. Wow, sinds wanneer kan je dat? Succes. Even zien. Laten we hier beginnen met cadeautjes. Natuurlijk, niet te missen. Laten we hier een sneeuwpop plaatsen. Perfect. En dan in de keuken. Daar wil ik een kerstboom. Oh, dat is zo mooi. Maar het is een beetje koud nog. Een soort van mini open haard. Dat is perfect. En dan om onze eigen kerstmuziek op te maken. Een drumstel. En aan deze kant, gitaartje. Als dit geen kersthoek is, dan weet ik het ook niet meer. Maar nu ben ik benieuwd. Hoe heeft zij het gedaan? Wow, dat is zo mooi. Oeh. Ze heeft gewoon een notenkraker neergezet. Maar... waar is ze? Wauw, dit is zo gaaf. Je stond toch op de tafel? Nou, in ieder geval, ik ben nu echt zo benieuwd wat er in deze cadeautjes zit. Wacht eens even. Zag ik dat nou goed? Oh, je bent een notenkraker, toch? Geen watermeloenkraker? Nee, laat me met rust. Laat me met rust. Het lijkt wel alsof alles in dat huis tot leven komt. Alsof het alleen maar creepypasta's zijn. Oh nee. Snel, snel. Ladder weg. Perfect. Daar kan hij niet overheen. Yes, ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb geen keus. Ik wil er echt niet bang maken. Maar ik kan dit ook niet geheim houden. Ik moet het vertellen. Luister, er zitten monsters in je huis. Wat? Ja, ik wilde het je liever niet vertellen, want ik wil je echt niet bang maken. Maar er was een megaspin, een levende pop en zelfs een enge clown. Ik hoop niet dat je er slecht van slaapt. Dit is een verkleedfeestje. Ja, ik ben ook super bang. Wacht, wat? Een verkleedfeestje? Ja, natuurlijk. Heb je de uitnodiging niet gelezen? Ja, natuurlijk wel. Het allerleukste verkleedfeestje ooit. Verkleedfeestje. Wat dacht jij dan? Nou ja, gewoon. Ik dacht dat er monsters waren. Maar je wilde zeggen dat jij het was? Wacht, wat? Slaap lekker. Ja, jij ook. Slaap lekker. Gelukkig heb ik nog een ijsje. Abonneer voor meer. En adios.